Goedemiddag, of goedemorgen, of goede avond. Het is me net daarna op wat voor tijd je dit filmpje bekijkt. Ik zit vandaag in het Snake Lake op de Berenkuil en ik ga vandaag een visje vangen met Expanders. En dan is het natuurlijk even de vraag, hoe doe je dat nou precies? Wat voor soorten zijn er? Hoe maak je die Expanders nou gereed? En ik hoop natuurlijk dat ik ook nog in staat ben om je te laten zien hoe je er een visje mee vangt. Nou, het eerste wat wel handig is om te weten is om uit te leggen wat voor soort Expanders je nou hebt. Nou, je hebt de zogenaamde ready-made. Die hoef je alleen maar een dag van tevoren een beetje in het water te zetten. Laat ik je zo zien hoe dat werkt. Die hoef je niet te pompen. En je hebt de gewone Expanders die je dus moet pompen. En om te pompen heb je natuurlijk een pomp nodig. En er zijn natuurlijk diverse pompen in de markt. Ik gebruik deze gewoon omdat deze me heel erg goed bevalt. Ik heb op mijn aastafel heb ik twee soorten Expanders liggen. Deze moeten gepompt worden en deze zijn ready-made. En hoe kun je dat nou zien? Dat kun je zien omdat erop staat, no pumping required. Ik heb ze nu van Sony Baits, maar ze zijn er van verschillende merken, zijn ze verkrijgbaar. Nou, hoe ga je nou te werk? Nou, allereerst heb je een bakje nodig. Ik doe er een aantal in een bakje. Kijk, veel meer heb je er eigenlijk niet nodig voor zo'n sessie. Nou ga ik ze onder water zetten, want het is wel de bedoeling dat je ze onder water zet. Dus ik ga even naar de waterbak toe, pak er een ander bakje bij. Ik ga deze kant op en dan pak ik een beetje water en wat ik nu ga doen is dat ik zet ze net onder water. Ik zal je laten zien zo. Kijk, dit is wat je doet. Kun je het goed zien? Ze staan dus maar net onder water. Voor de rest doe ik niks. Ik pak een dekseltje. Ik heb een dekseltje nodig. Doe er een dekseltje op. En ik moet je wel 12 uur van tevoren met zo'n bakje net onder water in de koelkast zetten. En dan zijn ze de volgende dag direct klaar voor gebruik. Nou, dit was eigenlijk het makkelijkste gedeelte natuurlijk. Die dingen die je niet hoeft te pompen. Je moet er alleen een vererging in hebben dat je een dag van tevoren ze onder water zet en in de koelkast plaatst. Dan kom ik nu toe aan het pompgedeelte van de Expanders. Ik ga vandaag aan de slag met 6 mm Expanders. Dat zijn deze. Hoe ga je nou te werk? Al die pompen werken weer anders, maar het begint met het openmaken van de pomp. Vervolgens pak ik wat Expanders. En nogmaals, je hebt in feite aan een paar Expanders heb je genoeg. Voor een visdag is dit is meer dan voldoende. Die maak ik zo dicht. Ik draai de deksel erop. En dan zitten ze in de pomp. Dan gaan we nu de pomp vullen met water. Let op. Pak altijd het water van de vijver. Altijd makkelijk. Je laat hem vol lopen. Je kunt precies zien wanneer die vol zit. Nu is die vol. En dan zie je ook de pellets als je ze nu zou gaan gebruiken. Dan zie je dat ze drijven, want ze gaan allemaal omhoog toe. Nou, en nu komt die pomp. Het is de bedoeling dat ik alle lucht eruit ga verwijderen. Pomp erop, goed vacuüm. Ik hou hem vast, ik trek er een keer aan. En dan zie je dat de eerste beginnen hier onderaan al te zakken, zoals je kan zien. Nou, je pompt in feite twee keer. En dan zie je dat, dat ze bijna allemaal zakken. Zie je dat ze nu allemaal gezakt zijn? Dan moet je stoppen. En dan zet je de pomp met Expanders zet je weg. En dan is natuurlijk de vraag, hoe lang duurt het voordat ze goed zijn? Nou, dat is heel simpel. 4 mm Expanders moeten 4 minuten op deze manier neergezet worden. 5 mm Expanders, 5 minuten. 6 mm Expanders, 6 minuten. Het is eigenlijk heel simpel. Dus ik zet deze even weg. En dan gaan we over 6 minuten gaan we weer verder. Terwijl deze hier nog even zien. En je ziet al dat het vacuüm maken door de pomp, dat heeft zijn werking al, want ze zuigen zich al vol met water. Nou, kun je ze nou ook nog voorzien van een geurtje of zo? Want je hebt mensen die zijn gek op additives. Natuurlijk kan dat. Dat betekent dat je net voor het pompen, geef je ze bijvoorbeeld een additive mee. Ik heb hier bijvoorbeeld een kers. Ik heb het zelf nog niet gedaan om je even te laten zien hoe het nou precies werkt. Maar je kunt er allerlei additives nog aan toevoegen voordat je begint met vissen. En dat is het leuke van Expanders. Je kunt ze niet alleen gebruiken op karpervijvers, maar ook bijvoorbeeld voor het vissen op voren. Dus je kunt ze ook gewoon in de openbare wateren in Nederland gebruiken. Het is niet specifiek een aasje wat alleen maar ontwikkeld is voor het vissen op Snake Lake. Want het is eigenlijk een soort deeg of broodproduct. Alleen doordat je in het vacuüm zuigt, worden ze heel erg zacht. Waarom pomp je nou niet langer dan nodig? Als ik nu bijvoorbeeld door was gegaan met pompen, ik heb nu maar twee keer hoeven pompen om ze te laten zakken. Als ik doorga, dan wordt het vacuümverhaal in die pomp te groot en dan pomp je ze feitelijk stuk. Dus als ik nu nog een keer zou pompen, dan worden ze minder stevig. Het is natuurlijk de bedoeling dat je een soort zacht rubberachtige substantie krijgt.
die goed aan je haak blijft zitten. Dan heb ik naast die expanders natuurlijk nog wat andere dingen bij me. Ik heb in dit geval ook nog 4 mm pellets bij me. Omdat je toch, ja, je moet wat pelletjes bijgooien. Het zijn er maar een paar. Maar het vissen op zo'n commercial betekent dat je gewoon met pellets bij moet voeren. Omdat die vis die komt gewoon af op het geluid van vallende pellets. Dat is één. Dus ik gooi regelmatig wat pellets bij. Voor de rest heb ik altijd, als expanders niet werken, heb ik een stukje paste bij me. Dat zijn van die ready-made potjes, die kun je overal krijgen. Het is natuurlijk nog mooier als je gewoon zelf je paste maakt, maar dat kan nooit geen kwaad om iets anders bij de hand te hebben. Dan neem ik verder ook nog wel eens wat van Fuca baits mee. En het zijn wafters. Ik heb begrepen dat deze nog niet zo lang op de markt zijn. In 2 en 4 mm formaten. Als je iets dichterbij komt, dan ga ik je laten zien hoe ze eruit zien. Ik ga zeker proberen om hier ook een visje mee te pakken. Want die kun je gewoon aan de haak zetten. En als expanders niet werkt, dan heb je gewoon op dit soort vijvers een probleem. Inzetten op één A-soort kan, maar het kan heel succesvol zijn, maar het kan ook heel slecht uitpakken. Want je weet op een commercial eigenlijk nooit waar die vis nou op aast. Nou kies ik er vandaag voor om vol in te zetten op expanders, maar ik vind het toch wel prettig dat als ze toevallig niet werken, en eigenlijk is expanders natuurlijk met name een aasje wat heel goed geschikt is in de koudere periode, als die vis maar weinig aast en met weinig genoegen neemt. We zitten nu begin mei. Betekent dat die temperaturen van het water beginnen te stijgen. Dus het kan zijn dat ze op expanders gewoon het wat minder goed doen. Vandaar dat ik gekozen heb voor de 6 mm variant. Want die heeft toch wat meer body dan een 4 mm. Dus we gaan gewoon eens vissen. We gaan gewoon eens kijken of het gaat lukken. 6 minuten zijn om. Ik ga eens kijken wat het resultaat geworden is. Ik heb natuurlijk wat vocht. Giet even wat vocht weg. Het vocht giet ik eraf. Vervolgens ga ik hem openmaken. Draai hem open. Je ziet dat de resterende vocht er dan uitkomt. Nou. Expanders helemaal gevuld. Kijk eens hoe prachtig rubberachtig ze zijn. Zo wil ik ze in feite hebben. Ik zal het je nog een keer laten zien. Ik op de achtergrond, ze moeten net rubberachtig zijn. Dus ik ga ze verdelen over 2 bakjes. Dat is de ene helft. En dit is de andere helft. Nou, 2 gelijke bakjes. Dan ga ik er 1 voorzien van een additive. Dus ik pak er zo een additive bij. En dan gaan we er bij de 1 gaan we er wat additive overheen doen. Natuurlijk heb je ook hier weer 2 mogelijkheden. Je hebt de additive die er echt intrekt. Dus die doe je erin voordat je begint te pompen. Want dan wordt het er ingezogen. Nu zijn in feite de expanders volgezogen. Dus als je nu een additive toe wil voegen, dan is het een additive die aan de buitenkant gaat zitten. Nou, ik pak er eens eentje voor je bij. Ik heb er hier bijvoorbeeld een Mega Scopex. Die wil ik er ook nog wel eens bij doen. En nu gaan we naar de bakjes. Ik heb 2 bakjes. Ik doe bij 1 van de 2 bakjes. Spuit ik het er. Gewoon overheen. Dus het resultaat is dat ik nu 1 bakje expanders heb met Scopex en 1 bakje heb met puur. Als ik ze nu zo laat staan in de zon, dan drogen ze natuurlijk binnen de kortste keren uit. Ik moet eerst nog even gaan testen trouwens of ze zinken of niet. Want de bedoeling is dat ze zinken. Let op, ik gooi er hier voorheen in het water. Dan kun jij zien of dat ze zinken. Zie je dat die heel langzaam wegzinkt? Ik zal er nog een paar bij gooien. Dan kun je controleren. De bedoeling is dat ze heel langzaam wegzinken of zelfs een beetje blijven drijven. Nu zie je dat er 1 drijft daar. Dat is fantastisch, want die zinkt op het gewicht van de haak en het loodje wat onderaan zit. Dus dan krijg je een hele zwevende expander. Nou, ze zijn goed. Ze zinken. Wat ik nu ga doen is dat ik ze uit de zon zet uiteraard. Want als ik ze in de zon hou en oh jee, ik zou er bijna zelf van gaan happen. Zo lekker ruiken ze. Ik zet deze ernaast. Ik leg deze even plat, want anders kan mijn koffertje niet dicht en vervolgens gaat het koffertje dicht. En dan komt nu het mooiste verhaal. Nou heb ik natuurlijk een prachtig verhaal verteld, maar nu moet ik natuurlijk nog vis gaan vangen. En dat gaan we nu doen. Voor ik ga vissen, ga ik je eerst uitleggen hoe je zo'n ding nou aan de haak doet. Want je hebt natuurlijk een aantal manieren en ik zal ze je allebei laten zien. De manier die niet over het algemeen niet zo best werkt, is deze. Dan lijkt hij leuk te werken, maar hij hangt onder je haakbocht in feite. De bedoeling is juist dat het inhakingsmoment direct is. Zeker bij het vissen op deze manier. Hoe kun je deze nou het beste inhaken? Het is niet in de breedte, maar in de lengte van het verhaal. Kijk, dus wat je doet, is dat je eigenlijk je haak er doorheen prikt. En nu zie je dat hij op de haak zelf zit. Dus het maakt nu niet zoveel meer uit welk gedeelte van de expander wordt gepakt door de vis. Hij zit, als het goed is, zit hij er gelijk aan. Nu prima op de haak. Kijk, de haakpunt die laat ik er al doorheen steken. En dat kan als je hem in de bolling laat vallen van de haak in feite. Dus dit is de meest ideale manier. Ik heb een iets grotere haak gepakt om je goed duidelijk te kunnen laten zien
hoe het precies werkt. Klaar voor? Ik ga vissen. Ik vis wat dichter op de kant. Altijd leuk met filmen. Ik heb hier een randje opgezocht waar ik kan filmen, waar ik kan vissen. En ik laat hem rustig zakken. Nu ligt hij tegen het randje aan als het goed is. Wat je altijd moet doen bij deze visserij is wat pelletjes bijgooien, wat ik al zei. En dan is het nu een kwestie van kijken wat er gebeurt. Af en toe een beetje bewegen, want je moet ze triggeren tenslotte. Het zou nou natuurlijk wel prachtig zijn als ik meteen de eerste inzet een visje had. Dobber is wat, kan wat scherper uitgeloot worden nog. Het mooiste is als die nog wat dieper in het water ligt, maar op deze manier kun je gewoon goed zien wat er eigenlijk gebeurt. Nou, wat ik meestal doe op zo'n sneekleek of op zo'n karpervijver is dat ik twee stekken maak. Zoals je ziet heb ik er daar nu een stek gemaakt en ik heb hier ook een stekje hier vlak voor, eigenlijk op dezelfde hoogte. Maar die voer ik hier gewoon elke keer aan en daar gooi ik elke keer een paar pelletjes bij. En nu is het maar te hopen dat mijn gekletste niet voor zorgt dat die vis bij zichzelf denkt van dat trappen we niet in vandaag. Ik blijf gewoon continu een paar harde pelletjes bijgooien, dobberliften en ik heb de eerste vis eraan. Kijk, we zijn net bezig. De eerste vis aan. Het is zelfs zo sterk dat ik mijn schep net nog niet eens in de buurt heb liggen. De cameraman kan ik natuurlijk niks vragen. Komt hij aan? Het is maar weer een teken dat het wel handig is om je spullen in orde te hebben. Als kind al onhandig, ik heb al vaker gezegd, maar voorlopig hangt er een visje aan. Binnen 2-3 minuten. Hartstikke leuk natuurlijk. En dit hoort er ook bij. Als je dus je spullen niet goed voor elkaar hebt, dan zie je wat er gebeurt. Je bent niet geconcentreerd genoeg. Maar je ziet dat we in elk geval een beetje hebben gehad. Op naar de volgende. Nou, dat was binnen 5 minuten gelijk al een beetje. Ik pak er weer eentje. Gewoon hetzelfde stramien. Ziet het? Gummi dingetje. Dichterbij. Haak. In de ronding zit hij er meteen in. Ietsje erdoor. En dan ga ik deze inzetten. Ook weer op dezelfde plek waar ik net vis had. We zetten hem in. Ik schuif hem naar voren. En dan kan ik gelijk iets vertellen over het schepnet wat ik gebruik. Ik gebruik een rubberen schepnet. En waarom gebruik ik een rubberen schepnet? Omdat dat ervoor zorgt dat die akelijke rugvin van die karpertjes, dat die niet in het schepnet blijft hangen. Want niks zo vervelend als een ander schepnet waar je een half uur bezig bent om die rugvin eruit te krijgen. Dus bij die rubberen, fijnmazige netjes, dat zijn de beste netten om te gebruiken op zo'n commercial. Wat pelletjes in de buurt. Beetje geluid. Beetje liften. 1 dobber lengte boven het water. En dan kun je hem ook in verschillende snelheden laten zakken gewoon. Ik laat hem nu wat sneller zakken, maar je kan hem ook nog wat hoger meepakken zoals nu. En langzaam laten zakken. Je moet niet gek op kijken trouwens als je in dit soort situaties gewoon volle aanbeten krijgt. Dat hij meteen vast zit. Ik heb beet. Hij loopt wat, dus er zwemt iets rond. Het kan goed zijn dat het liners zijn die tegen je lijn aan zwemmen. Tik, nou is hij weg en nou zit hij vast. Kijk eens even. Hebben we of niet? Nou, heb ik er al een paar gemist natuurlijk en ik heb niet zo'n grote mond. Ik vis met elastiek zoals je kan zien. Dat hoor ik op dit soort vijvers. Schepnet kan vast een beetje naar buiten. Niet te veel, want dan schrikt hij niet alleen van mij, maar ook van het schepnet. Het is een hartstikke leuk eventje volgens mij. Jawel. Nou, kom maar bij papa. Goed zo, daar komt hij aan. Kijk eens, gezond visje. En die is in de tas. Nou, die is even verder bekijken. Nou, doordat je in dit geval weer haakloos moet vissen, is die haak de regel 9 van de 10 keer heel erg makkelijk uit. Zit ook voor in de bek, up, haak eruit. Kijk eens, is dit een leuk visje of niet? Je kan wel zien dat die wat beschadigd is al. Er zitten natuurlijk zoveel vissen in, dat er af en toe wel eens iets niet helemaal goed gaat. Maar dit is een prachtig eventje, die gaat weer terug naar zijn vriendjes. En dan gaan we op naar de volgende vis. Dan gaan we weer, pelletjes erbij. Kijk, als je nou gaat praten over de hengels, dan kun je het zo gek maken als je dat zelf wil natuurlijk. Ik zit hier bijvoorbeeld nu met een sprohengeltje te vissen. 7 meter lang, €75 in de winkel. Beetje elastiek erbij en je bent gewoon de man. Ik zit ondertussen wat die kant op te kijken, want ik heb weer wat leven bij mijn dobber. Maar je hebt dus eigenlijk helemaal geen dure spullen nodig om hier te gaan zitten. Je hoeft echt niet met een hengel aan te komen van €3.500 als gewone sportvisser. Dat heeft helemaal geen zin. Je ziet het, ik mis weer een beetje. Ik ga hem weer opnieuw behazen en dan gaan we gewoon verder. Nou, komt er weer eentje. Het is een echt, wat ik al zei, een fantastische manier van vissen. En ondanks dat ik eigenlijk een wat te grote haak gebruik. En dan komt hier weer zo'n echte joekel naar boven natuurlijk. Kijk, dit hier heb je toch wel een schepnet voor nodig. Je moet hier overigens bijna alles scheppen. Dit is zelfs
zeeltje. Zelfs een zeelt bijt erin. Kijk maar eens even lekker mee. Kijk. Miniatuurzeeltje. Nu nog klein. Maar over een paar jaar al een stuk groter. Kijk eens even. Die is wat lastiger vast te houden. Die wil niet echt. Dat begrijp je natuurlijk wel. Die denkt, ik schrik me helemaal suf. Kijk. Prachtig zeeltje. Is toch geweldig vissen zo? Ga terug. Naar zijn vriendjes en vriendinnetjes. Nou, ik hoop dat ik je op deze manier heb kunnen laten zien hoe je nou aan de slag gaat met expanders. Dus wat is belangrijk is om je te realiseren dat je twee soorten hebt. Degene die je moet pompen en degene die je niet moet pompen. Verder is het belangrijk dat je zo licht mogelijk gaat vissen. Dus lood je dobbertje zodanig uit dat alleen het uiterste puntje nog boven water staat. Gebruik een zo klein mogelijke haak. Ik heb vandaag met een wat grotere haak zitten vissen om het je te kunnen laten zien. Maar haakje 18 is perfect. Pak gewoon een wat kleinere expander. Dus maak niet alleen maar die 6 mm aan. Maar pak ook de 4 mm mee. En neem ook andere soorten aas mee. En nogmaals, het is ook een fantastisch aasje wat je kunt gebruiken voor het vissen in open water. Nou, ik hoop dat je mijn filmpjes tot zover leuk vond. Mocht je nou nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, schroom dan niet om op de abonneeknop te drukken. En dan ben je het vervolg als eerste op de hoogte van mijn filmpjes. Ik ga er weer vandoor, want mijn dag zit er weer op. Tot ziens.